Een zeer goedemiddag, kameraden, vrienden en vriendinnen van Dirk Schoeters. Dit is zijn laatste dag bij de ABVV na 36 jaar aan de frontlinie staan. En we gaan hem met heel veel bombarie naar buiten dragen. Zo simpel is het. Dirk, je moet ermee rekening houden. En ondanks corona zitten we hier compleet coronaproof. Hier zijn van die schermen tussen ons. Dus we mogen rustig ons doekje hier naast ons leggen, ons monddoekje. En we gaan er iets heel fraais van maken. Hè. We zitten op ruime afstand van elkaar, er is geen probleem. Er is ook geen orkestje dat hier speelt, ik zeg het maar, op de achtergrond. Integendeel, met de schermen en alles zijn wij hier safe. Graag het. Ik vol van verwachting. Vol van verwachting? Maar hoe voelt het om gevierd te worden? Het voelt goed. Ja? Ja, het voelt goed om gevierd te worden. Ik ben een beetje ongerust wat iedereen voor mij vandaag in petto heeft. Alleen maar goede dingen. Dat kan alleen maar goede dingen zijn. Ik kan me er van alles bij voorstellen. Maar ik neem het plezier. Dus je hebt er wel zin in? Ik ga met vrede. Ik heb er vrede mee om op pensioen te gaan. Ah. Dat zeg ik al een hele maand. Mijn collega's weten dat. Hè. Dus zie je dat niet, kijk je daar niet tegenop. Maar ik zeg heel de maand al, ik heb er vrede mee. Ja. 65 was voor mij de grens. En ik waarschijnlijk in de loop van ons uur dat we samen vertoven, ga ik nog wel daar een aantal dingen kunnen over verklaren waarom ik hier vrede mee heb. Zeker weten. Uw vader kijkt mee. Hè? Mijn vader kijkt heel mijn leven mee. En uw zoon mee. Kijkt ook mee. Ook mijn zoon. Voilà. En hier meer dan 120 mensen die kijken op. En misschien kunnen ze al eens zwaaien allemaal. Ja, kijk eens. Voilà. Dat is toch heel plezierig, hè? Dank je. Goed, wat gaan we doen? Wel, er zijn een paar zaken heel erg belangrijk. Dat wil ik toch wel vertellen. Om de show goed te kunnen volgen. Waar u ook bent, thuis of op de Zoom. Dus een speakerview te pinnen. Want er zijn nog een aantal mensen die er niet doorkomen, zie ik. En op die manier kun je zelf op dit scherm komen. Als jullie willen. En kunnen dus de camera opzetten. Hè? Dan kunnen we jullie zien. Het wordt ook een interactieve show. Dat moet ik jullie vertellen. Het is interactief. We hebben jullie nodig. Dirk weet van niks. Die zit hier maar te knikken. We maken daarom gebruik van Slido. S-L-I-D-O. En via smartphone of computer kun je daar Slido surfen. En daar geef je de eventcode in. Hè? De eventcode bovenaan het scherm. En je mag dat gerust nu al doen. Je mag dat nu al doen. En dan ben je helemaal klaar. Voor de vragen straks, want er komen ook vragen. We gaan ook een spelletje spelen. Dirk, we kunnen starten. En we hebben om te beginnen nog iemand anders uitgenodigd in de studio. Een collega waarmee je ongelooflijk lang en hard hebt samengewerkt. Bruno Verlaakt, voorzitter ABVV Regio Antwerpen. Dag Bruno. Dag Huurt. Dag Dirk. Ja, als ik Bruno. Jullie hebben veel tijd samen doorgebracht. Absoluut. Ja, absoluut. Ik heb even teruggeteld en er is een beetje twijfel over wanneer ik nu precies voorzitter ben geworden. Want eerst was ik wat plaatsvervangend voorzitter. Maar ik denk dat het 2007 is het officieel. 13 jaar geleden. Dus dat is 13 jaar geleden. Maar we kennen elkaar eigenlijk al een heel pak langer. Ik weet niet of Dirk nog weet wanneer we elkaar voor het eerst ontmoet hebben. Ik weet het in ieder geval nog wel. Dat was in Waasmunster, in het legendarisch vormingscentrum Heidebloem, waar ik toen propagandist, prachtige naam trouwens, propagandist van het ABVV Waasland was. Want Dirk is van de AC naar het ABVV gegaan en ik heb de omgekeerde beweging gemaakt. En ik was daar zo een jong gastje, met ettelijke kilo's minder en jaren op de teller. En ik wist alles van subsidies. Ah, voilà. En daar heb ik Dirk voor het eerst moeten uitleggen hoe dat je voor al onze werkingen gerechtvaardigde en terechte subsidies kon binnenhalen. En ik weet nog dat Dirk toen grote ogen trok van... Is dat echt allemaal zo ingewikkeld? Wat voor soort collega was Dirk voor jou? Was het echt een kameraad? We zijn kameraden geworden. Ja. Hè? We moeten daar niet flauw over doen. En ik zeg altijd ik vergelijk een relatie tussen een voorzitter en een algemeen secretaris. Ik zal niet zeggen dat het een gedwongen huwelijk is, maar het is toch een beetje een gearrangeerd huwelijk. Hè? Ja. Waarbij, als ik die beeldspraak mag gebruiken,
de voorzitter als echtgenoot s'avonds thuis komt en zijn schoenen uittrekt, zijn voeten op tafel legt en vraagt wat mevrouw de hele dag wel gedaan heeft, hoeveel geld dat ze uitgegeven heeft en zegt dat er te weinig zout op de patatten is en dat het huis overhoop ligt. Hè. Dus het is een beetje... Wat een beeld! Het is, ik heb er even over moeten nadenken, maar ja. Ik denk dat die vergelijking eigenlijk best in de buurt komt. Is dat zo? En dan heb je in elk gearrangeerd huwelijk heb je wel eens woorden en heb je wel eens een keer ruzie. Moet, hè? En heb je wel eens een keer stevige ruzie en moet je soms wel eens in relatiebemiddeling gaan ook. Hè. Mm-hmm. En ik denk dat we dat allemaal gedaan hebben, maar dat er op die 13 jaar toch een hechte en innige band is gekomen, vriendschappelijk, met veel wederzijds respect, denk ik. Dat heb ik toch altijd zo aangevoeld. 36 jaar, dat is natuurlijk niet gering. 36 jaar, dat betekent dat je heel veel hebt kunnen doen, Dick. Heel veel hebt kunnen realiseren, veronderstel ik. Als ik nu aan jou vraag, Bruno, wat is de erfenis? Wat heeft die nagelaten? Heel veel, denk ik. Hè. Heel veel tastbaar, maar ook heel veel... ontastbaar, laat ons zeggen. En 36 jaar, en eigenlijk, het is jammer, want het duurt bijna 36 jaar vooraleer dat je een organisatie van het ABVV helemaal door hebt. Hè. En dan moet je vertrekken. Maar wat Dirk nagelaten heeft, is een ongelooflijk sterk ABVV in Antwerpen. Sterk op syndicaal vlak, sterk op politiek vlak. Niemand kan naast ons kijken. En zowel op vlak van dienstverlening, en ik denk dat dat een van de stokpaardjes is geweest van Dirk, om die dienstverlening als een geoliede machine uit te bouwen. En dan komen we vandaag in een coronagolf die ons als een tsunami overspoelt, hè, wat betreft dan die dienstwerkloosheid. En dan moet je op dat moment de lippen boven water houden. En dat kan je niet als er geen sterke organisatie is uitgebouwd. Dus ik denk ook dat dat één prestatie is. Twee ook, denk ik, dat die verschillende takken van dat ABVV een beetje een labyrinth, een kluwen, hè, dat Dirk daar echt een lijn in gekregen heeft. En die verschillende takken en mensen dus dichter bij elkaar gebracht heeft. En dat vind ik een hele sterke prestatie, ja. Mooie woorden, hè? Ja, het is... ik ben er stil van. Dus maar het doet deugd, hè? Ik ben er stil van. Ik ben blij dat Bruno dat op die manier... En ik weet dat dat op die manier apprecieert. Bedankt, Bruno. We gaan trouwens nog in die terugblik heel veel mensen tegenkomen. Hè? Terugblik op die rijk gevulde carrière, zoals Bruno het ook zei, van Dirk Schoeters. Was een specialist in het vertellen van straffe-anekdoten. Dat weet ik. Iedere keer als er iemand met pensioen ging, dat was degene die de straffe-anekdoten vertelde. Dat was jij. Dat nu, straffe-anekdoten. Daar is iets heel speciaals mee. Dat weten jullie ook allemaal thuis of waar je ook bent, op welk kantoor. Een straffe-anekdote die wordt verteld. En doorverteld. En als hij doorverteld wordt, is hij nog straffer. En als hij dan nog een keer doorverteld wordt, wordt die anekdote nog straffer. En daarom gaan wij zo'n straffe verhalen, kameraden, daarover gaan we het nu hebben, die groeiende verhalen. En we gaan een spelletje Drie Wijzen spelen. U zat er misschien al op te wachten. Drie Wijzen, we vragen jullie om te raden welk strafverhaal echt gebeurd is. En dan gaan we hier zo meteen gaan we er drie horen. Wat weinigen echter weten, is dat Dirk ooit een begenadigd gitarist was. Rond zijn 15e kreeg hij een elektrische gitaar. Met versterker dan nog wel. En zoals dat hoort, hè, bracht hij persoonlijke interpretaties van de toenmalige sterren als Jimi Hendrix en Santana. En nog meer, hij liep er ook gekleed bij, zoals de vroegere popsterren. Dat betekent lange haren, witte schapenjas, rode sokken en de daarbij horende bruine boots en uiteraard een leren vloeren broek. Dat was in die tijd. Maar de studies en een aantal andere details zorgden er eigenlijk voor dat heel die muzikale carrière op een zijspoor is geraakt. Maar niet zo lang geleden waren er plannen om de muzikale draad terug op te nemen. Zo was er in aanloop naar de 1 mei van 2020 een nieuwe groep in de maak onder leiding van Oscar Bolen. Oscar Dirk Bolen. De groep zou optreden onder de naam Vipret, de Russische naam voor vooruit. En naast Dirk Bolen zouden ook
Tom Mees, die we allemaal kennen als begenadigd drummer, en dus ook Dirk met zijn gitaar op het podium staan van de 1 mei-viering op de Grote Markt, een groot optreden in 2020. Er hebben tal van repetities plaatsgevonden, maar helaas heeft het verrassingsoptreden niet kunnen doorgaan. Daarvoor heeft corona roet in het eten gegooid. Collega's, vrienden, kameraden, gezellinnen van Dirk. Is het waar dat Dirk elektrische gitaar speelde in Vepperet, de band van de gemeenschappelijke socialistische actie? Dirk legde ooit de basis voor een echt personeelsbeleid bij het ABVV Regio Antwerpen. Bij zo'n beleid horen functioneringsgesprekken, groeigesprekken noemen we dat nu. Hij stimuleerde de hiërarchische lijn enorm om ook regelmatig zulke gesprekken te houden met hun medewerkers. Maar zelf heeft hij maar 1 gesprek gehouden met Mark van Eukelom, voormalig diensthoofd IT en andere diensten. Dat gesprek heeft 3 dagen geduurd en heeft hem alle zin ontnomen om ooit nog functioneringsgesprekken te houden. Is het waar dat het eerste en enige functioneringsgesprek dat Dirk ooit hield met een diensthoofd 3 dagen heeft geduurd? Vroeger ging Dirk al wel skiën. Hij had daarvoor ook altijd het goede materiaal. Maar soms was dat materiaal aan vervanging toe. En bijvoorbeeld bij nieuwe skibotten was het heel belangrijk dat die goed ingelopen waren. En als het niet anders kan, dan moest hij maar op het werk. Is het waar dat Dirk ooit een week lang op zijn skibotten is komen werken? Zo. Samengevat, Dirk, je bent een gitaarspelende skier die leidt aan zogeheten functioneringsgesprek trauma. Dat is het, hè. Goed, maar nu voor jullie thuis, hè. Naar de Slido gaan. Duid daaraan welk verhaal waarvan je denkt dat het juist is omschreven. Is dat 1? Denk je dat Dirk een elektrische gitaar speelde bij Vippert, de band van de gemeenschappelijke actie? Druk dan 1. Denk je dat het eerste en enige functioneringsgesprek dat Dirk ooit met een diensthoofd had, 3 dagen heeft geduurd? Druk dan 2. En zie je Dirk wel op skilaarzen naar een bureau komen, dan mag je 3 drukken. En als je denkt dat er meerdere antwoorden goed zijn, dan mag je er ook meerdere indrukken. We gaan kijken, het is aan jullie nu. Kijk eens aan. We zijn met meer dan 100 mensen die op dit moment dit programma volgen. En het functioneringsgesprek staat vooraan op dit moment. Hè? U doet dat uitstekend, hoor. De elektrische gitaar, daar zijn op dit moment maar weinig mensen favoriet van, Dirk. Ja. Maar de skilaarzen en het functioneringsgesprek, dat zit zo. Ja, dat is een heel spannend gegeven. Ik laat het nog even groeien. Iets sneller reageren, dames en heren. Want beste kameraden en vrienden en vriendinnen, want anders gaan we hier een heel lang programma van maken. En dat is niet de bedoeling. Voilà, ik denk dat we bijna gaan stoppen. We gaan bijna afsluiten. 5, 4, 3. Die 1. En dan is nu heeft iedereen afgedrukt. Laten we daar maar van uitgaan. En de skilaarzen hebben het gewonnen. Maar, Dirk, vertel nu eens. Wat was er juist aan die elektrische gitaar? De leeftijd waarop dat ik een elektrische gitaar gekocht heb, was hetgeen dat juist was. En voor de rest niet? En voor de rest was ik zeker geen begenadigd gitaarspeler. Was ik ook niet geselecteerd voor de groep van Oscar Bone om op te treden? Nee, dat was niet juist. En het tweede verhaal, het functioneringsgesprek, 3 dagen. Het functioneringsgesprek is half juist, want dat duurde maar 2 dagen. Ah. Ja, het waren geen 3 dagen. Kunnen we niet goedkeuren. En de collega waar Barjala het over heeft, wilde per se 's middags bij mij gaan eten. Dat zeggen, 's morgens beginnen, 's middags gaan eten, na de middag voortdoen en afronden de 2e dag. Maar dan ben ik er niet meer mee gaan eten. Nee. En die functioneringsgesprekken, daar ben je daarna ook mee gestopt? En dan ben ik daar daarna mee gestopt, ja. Denk dat, voor de lijn is dat geen goede oefening. Nee, zeker niet. En de skilaarzen? Dat is het verhaal dat volledig juist is. Volledig juist? Ja. Dus wie skilaarzen heeft gehokt, die heeft dat schitterend gedaan. Want dat was het enige verhaal dat volledig juist was. Nu, dat tweede verhaal
dat was er toch dichtbij. Dat was er dichtbij. Mensen die daar die 3,5 dagen, of enfin, die 2 dagen in feite, was toch ook goed. En ik zie dus al die mensen daar thuis zitten. Wie het goede antwoord had, steek eens uw hand op. Wie had het goede antwoord? We gaan eens kijken. Oh, er zijn toch wel wat. Nou, ik dacht dat meer dan 50% was daarbij, hè, met het goede antwoord. Prachtig. Goed, Dirk, we gaan verder. 36 jaar liever. Je hebt natuurlijk veel mensen leren kennen in die 36 jaar. Klopt. En ik hoor dat ze jou gaan missen. Ja, ik hoor dat ook. En ik ga hen ook missen. Ja. Dus het is zeker wederzijds. Mm-hmm. Maar missen is ook een gevoel van blijheid voor de anderen. Ik neem aan dat men ook blij is. En dat hoor ik ook bij heel wat van de mensen. Dat ze ook blij zijn dat ik vooral met mijn kleinkinderen kan bezig zijn. Ja. Want ze weten dat vandaag een van mijn belangrijkste activiteiten is buiten werken. Dat is mijn kleinkinderen. Dus je gaat daar tijd voor kunnen maken. Ja. Het is een officieel moment, dus we gaan nu luisteren naar een aantal van die collega's en wat ze vertellen. Het zijn groeten van de kameraden. Hey Dirk, wat fijn voor jou dat je op pensioen mag. Hierbij wensen we je heel veel plezier. Weet dat je als gepensioneerd lid €3,75 betaalt bij het ABBB. Met een fikse korting van de Floreal inbegrepen. Uiteraard kan je nog beroep doen op onze uitstekende dienstverlening. Bel dan 03-220-66-11 en druk 1. En vergeet niet, volgend jaar de worstperiode bij de Rode Leeuwen. Dirk, proficiat! Geniet ervan! Nu is je stoel nog altijd kapot. Maar voor de rest zit hij eigenlijk wel comfortabel zo om baas te spelen. En ik wens u opvolger eigenlijk als opvolger, als secretaris van het grootste gewest van het land, een kantoor toe met iets minder opslagruimte. Misschien vinden we daar na uw vertrek nog een oplossing voor al die dozen en al die rommel die we hier allemaal opslagen in uw eigen bureau. Ik wil u eigenlijk bedanken voor de kansen die dat je mij, maar ook alle andere jonge mensen bij het ABBV geeft. En ik zou nog altijd eens willen bedanken voor alles dat je voor mij hebt gezien gedaan. Hè. We gaan dat blijven appreciëren. Hallo Hugo. Ik heb u daarnet nog gevraagd of je bent aan het aftellen. Je hebt dat ontkend, maar ik hoop desalniettemin dat je een super leuke tijd tegemoet gaat waarin dat je alles kunt doen waar je nu nog niet over bent aan het nadenken. Veel plezier met al uw nieuwe vrije tijd, maar ik ga je nog wel zien en horen als voorzitter van Forming Actie, Gezende Filo. Het is geen vaarwel, maar een tot ziens. Tot binnenkort, hopelijk alsnog op de dansvloer. Nu is het tijd om te genieten van uw pensioen. Wij gaan u hier zeker missen. Dag Dirk, ik vind het fijn dat ik bijna 20 jaar een van uw schaapjes mocht zijn. Misschien soms heel af en toe een rebelschaapje, maar meestal toch heel blij. Met een Coppa believer zoals jij. Dirk, wij wensen u echt een heel fijne, mooie pensioentijd. En geniet nu van uw schaapjes thuis.
Hallo, Dirk. Ja, je wachtwoord dat is veranderd is vervallen. Klein momentje, ik ga het resetten. Voilà, even afmelden en terug aanmelden en dan kun je terugstarten met je nieuwe wachtwoord. Bye bye. Maar vooral, Dirk, een fijn pensioen. Want daar is het hem om te doen. Jouw spirit en inzet blijven mij altijd bij. Thanks voor de samenwerking door alle jaren heen. En geen vaarwel, maar tot ziens. Op een goed pensioen en tot op de eerste maar. School. Op de eerste maar. Wel, de eerste maar. Ja, Dirk, dat is hartverwarmend, toch? Dat is schitterend, ja. Dat zijn natuurlijk allemaal jouw dichtste medewerkers die we nu hebben gezien. Hè? Ze zijn allemaal even dicht. Ja. Maar het zijn er voornamelijk die in ons eigen gebouw. Nou, ik heb het gemerkt, want ze houden jouw stoel al een beetje warm. Ik moet op mijn bureau blijven om te kijken wat er allemaal gebeurt. Het zijn deugnieten. Ja, misschien willen ze hem warm houden voor jouw opvolger. Ik ga ervan uit dat ze dat doen, ja, natuurlijk. Ja. Maar wel een nieuwe stoel, het ijs kapot. Hè, ja, dat heb ik gemerkt. Dat ging al meteen door. Wat doet dat nu? Dat beetje zo, als je deze dingen, deze boodschappen hoort, die leuke boodschappen, dat is... In feite betekent dat, ik was waarschijnlijk niet de gemakkelijkste baas die ze hadden. Ik ben daarvan overtuigd. Veel eisend, maar ik denk dat ik altijd zeer respectvol ben omgegaan met iedereen. Mm-hmm. En ik heb een prachtige ploeg. Ik bedoel, dat zijn allemaal één voor één in hun taak prachtige mensen die één ding voor ogen hebben. En dat is het belangrijkste dat ik er bij hen altijd heb verwacht, dat is dat zij er zijn voor onze leden. Ze zijn er niet voor mij, ze zijn er niet voor het ABBV. Mijn centrales gaan me niet kwalijk nemen. Ze zijn er niet voor de structuren. Ze zijn er voor de leden die hun bijdrage betalen om van hen perfecte dienstverlening te krijgen. En daar ben ik op hen fier dat ze dat doen. En het blijkt dat we dat samen ook van elkaar appreciëren. En het is zeker wederzijds. Het doet deugd. Voilà. Kameraden, we gaan terug spelen. Hou je Slido klaar, hè? Slido. U weet het ondertussen hoe dat het moet, want we krijgen weer 3 straffe verhalen. Als externe vergaderingen het enigszins toelieten, was Dirk iemand die er een zaak van maakte om dagelijks aanwezig te zijn op het ABVV. Alleen in de zomer ging hij 2 weken op vakantie en soms uitzonderlijk 3. Op het einde van het jaar leverde dit wel altijd een reprimande op vanuit zijn werkgever, het federaal ABVV. Maar zelfs een schriftelijke waarschuwing heeft nooit zoden aan de dijk gezet. Is het waar dat Dirk een schriftelijke waarschuwing kreeg van zijn werkgever, het federaal ABVV, voor het consequent niet opnemen van zijn openstaande vakantiedagen? In meer dan 25 jaar gebeuren er wel eens gênante voorvallen. Bijvoorbeeld op gebied van kleding. Dat Dirk in februari 2016 zijn broek gescheurd heeft op een wel heel vervelende plaats, werd vastgelegd op foto. Sindsdien weet iedereen dat hij gebloemde boxershorts draagt. Maar jaren voordien was er nog een ander incident. Eentje met een losgeraakte broeksknoop. Die is er toen door mij terug aangezet en het belangrijkste is dat hij daarvoor zijn broek zelfs niet moest uittrekken. Is het waar dat bij Dirk ooit een knoop werd aangenaaid zonder dat hij daarvoor zijn broek uittrok? Als voorzitter van de Algemene Centrale heb ik een bijzonder goede kameraadschappelijk, ik durf zelfs zeggen vriendschappelijke relatie met Dirk. Ik denk dat wij vanuit de Algemene Centrale en ik ook in het bijzonder heel erg Dirk waardeer, het ABV Antwerpen waardeer, de werking waardeer. Maar ik ben ook voorzitter van de VZW Ontspanning en Vakantie, die de Floreals beheert. En in die hoedanigheid heb ik toch wel een zeer moeilijke relatie met Dirk. Ik moet zeggen dat ik niet kan appreciëren dat iemand mijn vakantiecentra in brand steekt. Maar dat is toch wat er een paar jaar geleden gebeurd is. Tijdens een seminar georganiseerd door jullie onder leiding van Dirk, zijn jullie bij ons in Mont-Saint-Aubert geweest. Hebben jullie daar ook overnacht. En is Dirk erin geslaagd om bijna een van onze kamers in brand te steken. Hè?
Het is gelukkig op tijd opgemerkt, geen grote gevolgen, schade hersteld enzovoort. Maar natuurlijk toch wel een bijzonder moeilijke demarche, als ik het zo mag noemen, van Dirk. Hè. Ik heb uiteindelijk zelf moeten tussenkomen bij de Floreals om... Ik ben de president van Amerika niet, maar ik heb eigenlijk ook wel gratie moeten verlenen aan Dirk en aan het ABV Antwerpen, zodat jullie in de toekomst nog altijd welkom zijn in een van onze Floreals. Maar ik moet zeggen, sindsdien, iedere keer als men weet dat Dirk komt, worden toch ook wel de extra rookmelders bovengehaald, worden de brandblusapparaten nagekeken. Dus ja, zijn passage is toch niet ongemerkt voorbijgegaan. Ja. Oké, vrienden bij de Slido. Eerst is Dirk zo'n harde werker dat hij schriftelijke waarschuwingen kreeg van zijn werkgever, het federale ABVV, wegens het consequent niet opnemen van openstaande vakantiedagen. Twee, is het waar dat Janine Dirk een knop heeft aangenaaid? En drie, is Dirk echt zo onhandig dat hij per ongeluk brand stichtte in de Floreal van Doornik en op de zwarte lijst terechtkwam? 1, 2 of 3. Het is aan jullie thuis. We gaan even kijken. Ja, of op het kantoor natuurlijk, want niet iedereen zit thuis, denk ik. Maar in elk geval, we zien het hier gebeuren. Hè? Ja, ja. En jullie doen het al een stuk sneller. De knoop aangenaaid staat aan de leiding op dit moment, Dirk. De vakantiedagen staan op 2 en de brand in de Floreal, dat gelooft niemand. Wat is dat nu? Nou ja, niemand, toch 20%. We zien het hier nu snel groeien. Ik denk dat de tendens is klaar en duidelijk. Het is formidabel dat jullie allemaal zo meedoen thuis. En terwijl dat we de antwoorden zien binnenkomen, toch even kijken of iedereen nog leeft. Yo, zijn we er nog allemaal? Thuis, op kantoor, weet ik veel. Ja, prima. Goed, Dirk. 57% heeft het over een knoop aangenaaid, maar we gaan er eens eventjes doorgaan, hè, Dirk. We gaan er eens eventjes door. Wat is juist, wat is fout? Kreeg jij waarschuwingen van boven? Ik kreeg geen schriftelijke waarschuwingen. Ik kreeg wel altijd een strenge vermaning van Nuram. Dit is mijn personeelschef is van het federaal ABUV. Ja? Dat ik toch wel wat meer vakantie moest nemen. Zeg maar, dat hebben ze mij nooit moeten vertellen in mijn leven. Wel. Alhoewel. Ja, dat klopt. 14 dagen is het verdere verleden. 3 weken. Die zijn de laatste ja. 10 jaar. Ja. Je bleef namelijk maar doorgaan eigenlijk. Ja, omdat vakantie nemen was leuk. Met de kinderen, met mijn ouders. En dan was ik terug opgeladen en dan konden we terug tegenaan. Kon je de wekker afzetten of bleef je ook op vakantie doorgaan? Ik blijf op vakantie doorgaan. Altijd ja. In contact blijven ja. En zo? Ja. Niet goed, hè? Nee, ik heb daar toch... Ik heb mijn 65 gehad, dus wat dat betreft heb ik er geen last van gehad. Maar dat klopt. Ja, oké, okay. Hoe zat dat? Eén ding, Kurt, dat ik er wil bijzeggen. Het ABVV functioneert ook een gans jaar. Ja, natuurlijk. Kerstvakantie is het periode dat voor de leden het meeste werk moet verzet worden. Mm-hmm. Ook al onze werkloze leden moeten hun werkloosheidsvergoeding krijgen. Op tijd krijgen om ook op een goede manier kerst en nieuwjaar te vieren. Natuurlijk. Dus wij mensen moeten werken. Ja. Waarom moeten de bazen niet werken dan? Ik zeg niks. Okay. Hoe zat dat met Janine? Janine? Ja, vertel eens, wat is het daar? Als ik wist dat jullie met anekdotes bezig waren en niet wist bij welke, wist ik dat deze er zou tussen zitten. Ah, ja? Want Janine heeft effectief een knoop aan mijn gulp. Ja, niet ergens anders, hè. Vastgenaaid, terwijl ik mijn broek nog aan had. En daar heeft ze niks aan overgehouden? En los van commentaar die overal gegeven werd, onderstreept het alleen maar mijn ongelooflijke kameraadschap met Janine. En dat weet ze, dat we dat vertrouwen in elkaar hadden, dat ze met de naald niet zou verkeerd zijn. Ah, voilà, dat is goed. Want dat was de grootste bezorgdheid. Dan is natuurlijk voor mij... Allee, ja, dat is toch, ik denk voor de meeste mensen die nu aan het kijken zijn, het is nooit eenvoudig. Weg een fantastisch verhaal. Brand in de Floreal van Doornik. Kom aan. Zeg dat het waar is. Het is waar. Ah! Het is waar. Ja? Het is waar. En in feite ligt het aan Werner zelf en aan de architectuur van de kamer. En waarschijnlijk om mijn onachtzaamheid. Maar het handdoekenrekje hangt boven het verwarmingstoestel. Hmm. En er hing een handdoek boven het verwarmingstoestel. Hmm. En ik had de verwarming aangezet
Men weet dat ik nogal gehecht ben aan een warme omgeving om een douche te nemen. En als ik de deur terug opendeed, dan was het een ongelooflijke rook die buiten kwam. Ja. En ja, het verwarmingstoestel stond in brand, samen met de handdoek. Kijk eens aan. Dat verhaal is correct. Of dat hem daar amnestie heeft moeten voor verlenen, daar heb ik geen weet van. In alle geval, er is weer goed gespeeld en de knoop was ook waar. Dus er waren toch wel een paar verhalen. Zo, zeer straf, maar tegelijkertijd ook absoluut waar. Dit zijn verdere groeten. Kijk met ons mee, vooral Dirk. Jammer genoeg moeten wij van je afscheid nemen op een coronavrije manier. De collega's van het kantoor van Hoboken willen je bedanken voor je jaarlange inzet en harde werk. Het enige wat je nu nog staat te doen, is genieten van je welverdiende pensioen. Dag. Dag Dirk! Van artiest Centrum Merksem. Veel plezier met je pensioen! En plezier doe! Een goede gezondheid gewenst. Tot ziens! Bye bye! Bye. Ja, dit is een enthousiaste bende als ik er zo bezig zie. Dat is onze front office. Dat zijn ons mensen die allemaal ongelooflijk enthousiast met het ABV bezig zijn. Dirk, als ik zo kijk, ik heb al heel wat mensen zien de revue passeren, dan denk ik, ja, dat zijn toch wel een hele hoop mensen. Hoeveel mensen werken er in Antwerpen? Een 150-tal. 150. Ja. Hoe is dat gegroeid? Want ik vermoed dat het er in het begin, 36 jaar geleden, minder waren. Dan waren het er effectief minder. We hebben natuurlijk de werking van het ABV verbreed en vooral in de dienstverlening. Mm-hmm. Maar ik denk dat het belangrijkste stuk, wat het meeste volk, de meeste mensen in de werking, is onze werkloosheidsdienst. Mm-hmm. Die denk ik een tachtigtal mensen omvat. Dat is meer dan de helft. Dat is ongeveer de helft. Ja. Hè, en die ook verspreid zit onder, in de regio. Maar we hebben ondertussen in onze interprofessionele werking heel wat nieuwe initiatieven genomen, vooral naar werkloze mensen, naar het begeleiden van mensen die werken, loopbaanbegeleidingsinitiatieven, onze vormingsinitiatieven en dergelijke. Ik mag zeggen dat wij de beste juridische dienst van gans Antwerpen hebben. Alle advocatenkantoren kunnen naar ons opkijken. Als het gaat over arbeidsrecht, zijn wij top of the bill. En dat groeit ook. En dat wil zeggen dat je telkens jouw diensten moet verbreden. We moeten het lidmaatschap op een goede manier verwerken. Heel die bende moet op elke dag zijn tassen gewassen worden, zijn glazen gewassen worden. Onderhoudspersoneel. Heel dat machine, onderhoudspersoneel, hebben we ondertussen uitgegeven. Maar vanaf het moment dat we mensen bij ons hebben komen werken van externe firma's, beschouwen we die als van ons. Hè. Dan worden die ook mee in het grote team opgenomen. Ik heb gewoon een schitterende bende om mee te werken. Ja. Ze beseffen dat niet altijd, omdat ik soms wel eens een keer... waarschijnlijk wat kwaad ben over iets dat niet goed loopt. Maar het is een schitterende binnen. Als ik ze zo zie reageren, denk ik toch niet dat ze daar... Ik denk dat ze het zeer goed beseffen. Dat er een hele goede interactie was en is nog steeds. Hè? Ja, ik ben blij dat ze dat zo veruiterlijken vandaag. Nog een half uurtje of zo. Nee, ik weet dat het is gemeend. Ik heb gisteren een kalender gekregen met een fotomontage van een van de mensen die...
die op zijn Antwerps riep een goed pensioen. Dat was van haar. Hè? Ja, ja, ik weet het. Een schitterende fotoreportage. Okay. Het is, ik ga ze langs hier nog eens een keer bedanken. Bedankt, okay. Ingrid, voor die prachtige foto's, waar zelfs ik zelf nog jong op stond. Hoe dat ze eraan geraakt, weet ik niet, maar het is fantastisch. Ja, pas op, ze kunnen veel. Hè? Ja, ze kunnen veel, ja. Verborgen talenten zijn. En ze weten ook veel, want we gaan nog een paar straffe verhalen horen. Wat denk je? Ja. 3 straffe verhalen, thuis, klaar houden. Vroeger kon Dirk 's ochtends wel eens aan de ingang van het ABVV staan om te zien wie te laat op het werk kwam. Kwaadongen beweren dat die gewoonte dateert van toen hij in het begin van zijn carrière als studiemeester op het Atheneum van Grobbendonk werkte. Dat valt echter niet meer te controleren. Wel is geweten dat hij als secretaris bij de Algemene Centrale van Antwerpen, omwille van zijn aandacht voor stiptheid, van zijn collega's een prikklok cadeau kreeg, zodat hij geen moeite mee moest steken in het controleren van de duur van hun koffiepauzes. Is het waar dat Dirk een prikklok kreeg van zijn AC-collega's? In zijn jonge jaren was Dirk heel sportief. Basketten was zijn leven. Op zijn 14e is hij gestart bij Mercurius in Bergen. Daar was hij jarenlang de fanatieke spelverdeler die wel nogal gemakkelijk tegen de grond ging om zijn tegenspelers een fout aan te smeren. De sporthal Het Rooi in Bergen werd zijn biotoop met veel trainingen en weekendmatchen. In 1972 won hij de Gouden Rebound, de prijs voor de meest verdienstelijke jonge amateurbasketter in België. Daarvoor is hij nog door Karel Huibrechts geïnterviewd in Sportweekend. Is het waar dat Dirk nog in Sportweekend geweest is met zijn basketprestaties? Dirk was zeker geen vakbondstoerist. Aan internationale missies nam hij zelden deel. Maar toch, aan Zuid-Afrika had hij zijn hart verloren. Zeker na de afschaffing van apartheid. En zo gingen we samen op syndicale missie naar Zuid-Afrika. Een bezoek aan COSATU, maar ook deelname aan het Wereldcongres van het Internationaal Vakverbond in Durban. Nadien namen we samen ook met een groep syndicalisten een weekje paasvakantie extra, op onze kosten uiteraard. Maar toen dreigde het verkeerd af te lopen, met name voor Mia, die bedreigd werd door een struisvogel op een bezoek aan een struisvogelboerderij. Maar gelukkig was er Dirk, hij greep in, hij bootste de agressieve toon aan van de struisvogel en redde Mia. De vraag is nu, redde Dirk in Zuid-Afrika Mia van een aanval van een struisvogel? Het verbaast mij niet dat Rudy de Leeuwers het strafverhaal afkomt. Oké, kameraden thuis, let goed op. Ik ga ze nog eens samenvatten. 1. Denk je dat Dirk door zijn stiptheid een prikklok kreeg van de collega's bij de Algemene Centrale? Dan moet je 1 drukken. Was Dirk zo'n begenadigd basketbalspeler dat zelfs Karel Huibrechts hem heeft geïnterviewd voor Sportweekend? Druk dan op 2. En denk je dat Dirk Mia de Vits heeft gered van een gewisse dood door haar te beschermen tegen een ongelooflijk agressieve struisvogel? Dan moet je op 3 drukken. En dat mag je nu gaan doen, ja. Op Slido. Ik ben benieuwd wat dit zal geven. Oh la la. Mia en de struisvogel scoort goed. Het gaat de goede kant op. Sportweekend gelooft niemand. Ja, nou, 21%. Ja, toch wel. De prikklok haalt het momenteel. En ik zie dat er steeds meer mensen Slido doorhebben. Want we gaan zachtjes aan naar 100. Deelnemers, met andere woorden, maar we gaan toch hier nu even op stop. De prikklok heeft het gehaald, hè. Voor Mia en de struisvogel. We gaan eens overlopen, Dirk. Ten eerste die prikklok. Dat klopt. Dat is volledig 100% juist. Ik heb een grote prikklok meegekregen, omdat inderdaad stiptheid... En had dat te maken met jouw verleden op de koer? Nee, dat is een persoonlijkheidskenmerk. Ik heb dat nu nog. Ja,
Ja, mijn secretaresse weet het dat ik in principe altijd op tijd op mijn werk ben. Ja, ik ken mensen die gaan zelfs als ze met de auto ergens naartoe gaan voor een afspraak, die gaan zelfs even buiten in de auto wachten tot het juiste moment om exact op het juiste uur binnen te komen. Ben je zo iemand? Nee, ik durf vroeger binnenkomen. Maar zelden te laat. Maar zelden te laat, ja. Dat mag niet. Dus gewoon zo stipt als maar kan zijn. Oké, we gaan naar de basketter. Ik heb je daarnet, daar stond ik naast jou en ik dacht, die is maar even groot als ik, basketter. Daar hebben ze toch lange mensen voor nodig? Ja. Ik heb het gevoel dat dat niet klopt. Ja, dat klopt niet altijd. Hè. Ik was spelverdeler, dus dat wil zeggen. Ah. In principe kom je dan weinig onder de basket. Dus je was toen al eigenlijk degene die de leiding gaf? Die de leiding gaf, ja. Ah. Ja. Maar ik was ook een harde. Ja? Ja. Ik denk dat de mensen die met mij basketbal gespeeld hebben en die ik nog wel eens tegenkom op café voor corona, dat we zeggen van, je ziet er nog goed uit, alhoewel dat je tegen mij gespeeld hebt. Ja, dus ik was aan het harden om... als er toen... Ze passeerde jou zomaar niet. Nee, als er ergens een Amerikaan in de ploeg, in de tegenstrevende ploeg zat, was die voor mij. En was jij dan zo straf dat je ook in sportweekend bent geraakt? Nee. Nee. Dus dat was niet waar. Nee, dat was erover. Mijn zusje heeft echt overdreven. Ja, en dan hebben we natuurlijk het prachtige verhaal met Mia de Vits. Door Rudy de Leeuw verteld. Dat klinkt uiteraard zeer geloofwaardig. Hè? Als Rudy dat vertelt, die doet dat zonder ook maar één monkeltje te geven. Die vertelt dat echt zeer juist. Maar was het zo? Het is een schelmse anekdote van Rudy, moet ik zeggen. Klopt niet. Eén, moest het zo zijn dat Mia bedreigd zou worden door een struisvogel, ja, dan had ik gegarandeerd haar van een gewisse aanval gered. Ah, toch. Is hij juist in, maar ja, het is niet gebeurd. Het is niet gebeurd. Wat wel gebeurd is, is dat ik Rudy gered heb. Ah. Omdat ik in zijn kamer, in zijn slaapkamer, een reuzenspin gevonden heb. En hem daarvoor gewaarschuwd heb. Ik weet niet wat ze geeft. Mag ik nog eens zien wat je daar doet? Ja. Ja, een reuzenspin in zijn gordijnen. En die heb jij persoonlijk Er zit een spin, dus roep maar iemand om die spin er komen uit te halen. Dus tot zover? Ja, tot daar. Ja, ja. Alleen de mededeling gedaan om te vragen of iemand anders hem van een gewisse dood wou redden. Rudy is gered van de spinnensteek, ja. Rudy, kijk eens, hè. Je moet toch de puntjes op de i. Je hebt daar een verhaal aan gehaald waarbij dat je nu in je eigen vel kerft. In alle geval, er waren heel veel goede antwoorden voor de preklok. Goed gespeeld. Hey, bravo daar thuis. Yo! Schitterend. Goed, we houden nog een laatste reeks wensen klaar van de collega's. Hier komen ze. Bedankt voor alle dienstjaren. We weten allemaal dat er goede en slechte waren. Dus nu is het hoog tijd om te genieten van je pensioen. Doe wat je altijd wou doen. Doe zin, doe dien. Alvast merci van heel de boekhouding. Dag Dirk. Van jou leerde ik dat het niet zo belangrijk is hoeveel woorden over de hoofden van mensen heen gegoten wordt, maar dat het wel belangrijk is hoeveel er van die woorden blijven hangen in de hoofden. Daarom kort en krachtig. Dank je voor de inzichten die je bood. Dank je ook voor de lessen die je me leerde. Dank je voor de inspiratie die je gaf. Dank je ook voor het vertrouwen en de kansen. Dank dat ik voor het ABVV-regio Antwerpen mocht werken. Vooral bedankt dat ik voor jou mocht werken. Kameraad, tot de volgende keer. Beste Dirk, ik heb me laten vertellen dat het eerste jaar van je indienstreding als secretaris niet over rozen is gelopen. En nu blijkt ook het laatste jaar van je secretarisschap allerminst eenvoudig, een eenvoudige zaak te zijn. In elk geval, geniet van je welverdiende rust die er nu aankomt. Blijf strijdvaardig, hou je goed en dank voor alle kansen die mij geboden worden. De beste. Beste Dirk, al 20 jaar ben ik in dienst en al 20 jaar ben jij hier de constante. De kapitein die het schip recht houdt. Alleszins wil ik je bedanken voor alle kansen die ik persoonlijk heb gekregen, maar uiteraard ook alle kansen die onze dienst heeft gekregen en hoe ons altijd heeft ondersteund. Bedankt daarvoor. En op een welverdiend pensioen. Dag Dirk. Ook in het ogenoorde bereikt ons bericht dat je weldra met pensioen gaat. En dan wordt er traditiegetrouw naar anekdotes gehengeld. Zo herinner jij je ongetwijfeld
hoe wij als vreemde vogels uitvlogen om het zwerk boven de Mont Saint-Aubert onveilig te maken. Marina of Luc heeft dat op gevoelige plaat vastgelegd en het beeld daarbij vind je dus ongetwijfeld terug in het rijke fotoarchief. Dirk, blijf actief en strijdbaar, blijf bewegen en hou je gezond. Succes ermee, Boomer! Ja, Dirk. Je ziet het, hè. Je mag naar huis gaan. Naar huis gaan, ja. Je mag naar huis gaan, zo simpel is het. Maar het is toch één vraagje dat ik wilde stellen naar de mensen van de juridische dienst. Die zeiden, het is ook in moeilijke omstandigheden begonnen. Hè? Nu zitten we met corona. Ja. Wat was dat 36 jaar geleden? Dat was 26 jaar geleden. En als ik begon op het ABWV, was de periode dat het ABWV in het zicht van de Belastingsinspectie zat. Precies. En dat was een zeer stresserende periode, waar dat we denk ik met heel wat mensen, ook met Karel, hè, de wat oudere man, heel keihard gewerkt hebben om het ABWV door dat woelige water te brengen. Wat gelukt is. En wat gelukt is, hè, ja. Zonder dat onze medewerkers daar last van hadden. Want dat was de prioriteit. Geen last, verantwoordelijkheid ligt bij de werkgever, ligt niet bij onze mensen. Urbaan, u zong het, je mocht naar huis gaan. De vraag die natuurlijk op ieders lippen brandt is, wat ga je daar doen? Het zwarte gat? Mijn vrouw kijkt mee. dus ik moet opletten wat ik nu vertel. Ja. Ik heb haar al verteld dat ze niet ongerust moet zijn, dat ik niet heel de tijd zal thuis zijn. Ja. Dat mijn week volgende week al vol zit. Met wat? Met het aankopen van een nieuw pand de maandagnamiddag. Ja. Met de dinsdag te beginnen met mijn bureau op te kuisen. Hier of daar? Thuis. Daar. Dus hier in het ABWV. Ja. Omdat ik aan media heb gezegd, van ik kan mij er niet toe brengen om mijn bureau op te kuisen tijdens mijn laatste maand. Nee. Dus geef mij de kans om in februari met een boel proper te maken. Ja. En dat ga ik rustig doen. Ga je daarna doen? Kom aan, kom aan. En ik heb nog heel wat interessante projecten. Je hebt onderweg ook gehoord dat ik voorzitter van Vorming en Actie blijf. Dat wil zeggen dat onze militante vorming, die ik uitermate ongelooflijk belangrijk vind voor onze organisatie, dat ik daar voorzitter kan van blijven en dat ik daar mee gestalte of richting kan geven. Om op een goede manier te doen, ja. Samen met de zes gewesten. Ik ben nog wel even lid van de Raad van Bestuur van de VDAB, wat mijn interesse ook is. Ik ga voor het VOS in de Raad van Bestuur zetelen voor het ABWV. Ja. Dus ik ga ook met de internationale ontwikkelingssamenwerking, wat voor mij een totaal nieuw thema is, maar daar ga ik als nieuwe uitdaging mij toch in... De vuist blijft omhoog, als ik het zo hoor. En de vuist blijft omhoog, absoluut. Ja. Ik ga zeker ook zowel vakbondpartij als mutualiteit blijven ondersteunen in al wat ik kan en mijn bijdrage leveren daar waar men wil. Ik ga nergens nog echt iets te zeggen hebben en dat pleziert mij ook. Ja. De verantwoordelijkheid, daar ben je vanaf. Maar de inzet blijft. Ja, natuurlijk. Ja. Men kan overal op mij rekenen.
We hoorden nu de medewerkers hier in Antwerpen, hè? Jouw medewerkers, hè? Die hebben we nu bijna allemaal gehoord, maar de federale en Vlaamse kameraden, die willen ook wel even wuiven. En daarom schakelen we nu live naar het federaal secretariaat dat vandaag is bijeengekomen. En ze hebben dat vandaag gedaan, speciaal voor jou, Dirk, hebben ze dat gedaan in één van de ruimtes hier, dat wist je niet, hè? We gaan er nu naar doorschakelen, live. Salut. Bonjour Dirk. Dag Dirk. Dirk, iedereen moet weten dat we kennen elkaar al 30 jaar. Inderdaad, in 90, denk ik. We hebben gepresenteerd onze gewesten aan het federaal bureau. Het gewest van Antwerpen, het gewest van Luik. Het was een presentatie van de organisatie van het werk in alle diensten aan de leden, werkloosheidsdienst, juridisch dienst enzovoort. En iedereen weet bij ABBV dat als het is goed voor Antwerpen, en wat is goed voor Antwerpen en wat is goed voor Luik, is goed voor de hele land. Voor de gewesten, alle gewesten in België. Ik ken niet de consequenties van onze presentatie. Ik weet niet als sommige verbeteringen zijn. Ik weet niet als veranderingen zijn. In ABBV het is langzaam. De snelheid is niet de eerste kwaliteit van ABBV. U weet dat meer dan iemand na 20 of meer jaren aan de koffie. 30 jaren. Ja, maar we zijn nog hier. We zijn nog daar, samen. ABV is veranderd met dezelfde snelheid dan ons. En we zullen zeggen dat ABV heeft gerijpt, zoals het wijn. Steeds beter met de jaren, zoals het wijn. Dus Dirk, veel succes voor uw nieuwe leven. Bedankt, heel eenvoudig. Veel bedankt van, in de naam van ABV. Hey Dirk en allemaal. Ik heb gezien dat er 200 deelnemers zijn. En wij zijn van de parking afgekomen om naar Antwerpen af te zakken natuurlijk, met het secretariaat. 8 leden en speciaal om jou dit te geven. Dit is de gouden pins van het ABV. Het is de laatste die ik in de kluis gevonden heb. Dus het is denk ik echt wel voorbij nu. Ik weet dat je er al in hebt, maar deze is speciaal voor jou, omdat jij heel belangrijk bent voor onze vakbond. En als ik zeg dat er 200 deelnemers zijn aan dit event via Zoom, dan zijn daar mensen bij zoals Mia en Rudy en Michel en Eddy en René en Nora. En ik vergeet er nog 180 anderen. En ook de actieve collega's natuurlijk. En ik kan jullie zeggen, ik heb Dirk als mens leren kennen in 2015. Ik had voordien vooral schrik van hem, want dat is een heel impressionante man. En toen leerde ik hem kennen toen we met het Vlaams ABV een reis maakten naar Oost-Europa. Bezoeken van Warschau, van Krakau, van Auschwitz. En dat was zo ingrijpend, dat was zo moeilijk allemaal op de emoties. Als wij dan tussendoor wat pauze hadden, dat wij dan onnozel deden, dat we lachten met Dirk zijn roze hemden en dat Dirk en ik vooral en Marina gingen de revolutie organiseren in 2020. We zijn mis geweest, 2020 is een heel ander jaar geweest. En dus de intentie is er nog altijd, Dirk, om de revolutie te doen. Maar het heeft ietsje meer tijd nodig. En tot slot, ik ben ervan overtuigd dat jij nu eindelijk de rol van baas kan overgeven aan Yvette, jouw vrouw. Yvette, it's now your time. Jij wordt de baas in huis. Hij moet naar jou plooien. En jij hebt het voor het zeggen dat ik het u gezegd heb. In ieder geval, dank u wel, Dirk, voor alles. En ik hoop jou nog heel veel te zien en vooral live te kunnen vieren in het najaar. Ja, en op het einde zag ik hier zo Dirk Schoeters toen Miranda Ulus dat bezig was, ja, over Yvette. Zag hem kut, kut,
kut, het is gedaan. In alle geval, Dirk, prachtige woorden van Thierry Botson, van Miranda. Hier aan het einde, zeer lovend ook allemaal. Je merkt het, hè? We lopen zachtjes aan het einde van dit programma. Mm-hmm. We hebben nu nationaal die woorden gehoord. Het loopt zachtjes aan af, zou ik maar zeggen. Maar we hebben nog iemand speciaal voor de scooters in petto. Een ferme uitzwaai die we nu nog hier klaar houden. Zullen we ernaar kijken? Allee, voilà. Dirk, herinner je je nog 1994, het jaar dat je aangeworven werd als gewestelijk secretaris? Ik was er toen al bij en ik wil er ook bij zijn nu het je laatste dag is voor je op pensioen gaat. Je hebt bewust in 1994 gekozen voor Antwerpen en voor een gewestelijk secretaris. Ik moet zeggen dat ik u altijd beschouwd heb als iemand die zeer loyaal was. Militant, altijd aanwezig overal op de syndicale acties. En ik moet zeggen, ook iemand die heel goed zijn gewest beheerd heeft. Je was ook een kameraad, een echte kameraad, want sinds dat ik het ABVV verlaten heb, 2004, denk ik niet dat er vele jaren geweest zijn dat we elkaar niet gezien hebben om eens wat bij te praten. Ik hoop dat we die traditie gaan verder zetten, nu dat je op pensioen gaat. En ik wens je het allerbeste en veel geluk ermee. Dag Dirk. Mia de Vits. Ja, dat was uiteraard onvermijdelijk dat dit aan het einde nog even die warme vriendschap merkte. Absoluut. Ja. Dat die er nog eens uitkwam. Absoluut. Ja, dat... Mia en ja. Was mijn werkgever, hè? Uh-huh. Samen met François Janssens, die overleden is in de jaren 90. Maar Mia heeft mij aangeworven. Ja. Klopt. Dirk, het is aan jou. Want je weet, iedereen die afscheid neemt, die moet ook een speech geven. Ik hoop dat je iets hebt voorbereid, want anders weet ik het niet of het er nog zomaar wat kijk is aan, natuurlijk. Het is aan jou, Dirk. Ik heb duidelijk van jullie geleerd dat je met kaartjes kunt werken, waar je wat gedachten kan opschrijven. En het is natuurlijk het... je hebt het een aantal keren gezegd, Kurt. En ik ga nu naar alle deelnemers aan deze Zoom kijken. Het doet ongelooflijk wat met een mens als je al die liefde, al die goede, toffe woorden en complimenten, als je die hoort. Dat doet wat met de mensen. Ik ga proberen van dat mij wat dat betreft ook emotioneel goed onder controle te houden. Ik heb de laatste week toch wel wat teruggedacht in een aantal momenten dat je de laatste keer een bepaalde vergadering doet. Dan kijk je wel eens terug. En dan zijn er nog wel een aantal andere anekdotes, zoals bijvoorbeeld het gewestelijk bureau van het ABVV, dat vroeger stevast doorging in het gebouw 35, achter een gecapitoneerde deur, wat niemand mocht horen wat daar gezegd werd. En daar werd stevig gediscussieerd, maar na het gewestelijk bureau was het aan de gewestelijk secretaris om met de trolley rond te gaan, met de sterke drank, om dan kameraadschappelijk met elkaar een borrel te drinken en dergelijke meer. Daar heb ik geleerd, als ik daar voor de eerste keer mocht aan deelnemen, ben ik te weten gekomen waarom mijn vader op woensdag dikwijls thuis kwam met toch een wat zwaardere tong en met rood doorlopende ogen. Omdat na het bureau kameraadschappelijk met elkaar nog een pintje werd gepakt. In die tijd mochten nog roken, ook de sigaren stonden op de trolley. Ja, sigaretten stonden op de trolley. Er werd gerookt aan de loketten. Onze leden kwamen aan het loket met een medewerker die een asbak had en rookte. Je kan je niet meer voorstellen dat dat vandaag zou gebeuren. De digitale kloof die er was met toen. We hadden toen bodes rondlopen met een zak rond hun nek, met frangetjes in, 20 frangetjes in, en met zegeltjes in om ledenbijdrage te innen. Je kan het er vandaag niet meer voorstellen dat dat nog op die manier zou gebeuren. Dus er is toch heel wat veranderd. En Thierry heeft gelijk als hij zegt dat het ABVV verandert traag.
maar verandert wel. Te traag, daar ben ik het mee eens. En het zal aan hem zijn om dat te versnellen. En dat is ook de revolutie die Miranda bedoelde. Revolutie is niet de revolutie buiten. Hè. De revolutie is de revolutie in het ABVV om een moderne, efficiënte organisatie te maken. En ik denk dat het gezegd is hè, dat ik blij ben dat ik het ABVV geweest kan achterlaten als een efficiënte organisatie. Waar nog heel wat verbeteringen kunnen aangebeuren, maar die financieel solid en gezond is in zijn fundamenten en waar kan op verder gebouwd worden. Ik denk dat we de dienstverlening veel klantgerichter gemaakt hebben met z'n allen dan dat vroeger was. Ik denk dat we top of the bill zijn op een aantal terreinen. Ik heb er straks juridische dienst genoemd, maar alle diensten. We zijn op de arbeidsmarkt met arbeidsmarktgerichte opleidingen top of the bill in ESF-omgeving, wat daar niet gemakkelijk is om dat kwalitatief te halen. Ik kan zo van alles opsommen. We doen het echt wat klantgerichtheid, doen we het prima. Ook technologisch denk ik dat we zelfs verder dan onze eigen federale organisatie ons wou brengen, hebben we ook zelf ons eigen serverlokaal met eigen serveraccommodatie. Ik denk dat de mensen die hier organiseren ook de competentie van onze eigen IT-dienst hebben kunnen appreciëren. En ik herinner mij in het terugkijken met mijn eerste gsm, dat die leek op een baksteen. En een baksteen die je dan boven in je bovenzakje van je kostuumvest stak. En dat had ik toen al zever met mijn vrouw, omdat dat natuurlijk een baksteen in een bovenzakje van een kostuumvest, dat trekt op niks, hè. Dat bovenzakje, dat gaat kapot. Hetgeen dat ik van het ABVV zeker ook onthoud, en Bruno heeft het in het begin gezegd, de kameraadschappelijke momenten die je hebt met iedereen waar je mee omgaat. Ik kan zeggen dat ik heel veel vriendschap heb, kameraadschap heb kunnen ondervinden in de organisatie. En daar ook hebben kunnen mee bouwen. En die kameraadschap in onze Antwerpse regio heeft gemaakt dat we ook qua gebouwenstructuur, als ik zeg dat ik een maandag een nieuw pand ga kopen, heeft dat alles te maken met onze eigen accommodatie klantvriendelijk te maken. Leden moeten niet in kleine hokjes naar ons komen, moeten in ruimte, in propere lokalen die transparant ogen. Als je hier bent, is dat overal glas tussen de muren. We ogen of proberen transparant te ogen. Ik denk dat we met dit ABVV ook een politiek-syndicale rol gespeeld hebben op diverse terreinen. Binnen het federaal en Vlaams ABVV, maar ook in de stad Antwerpen. We hebben vanaf, als er een bestuur was waar we met de socialistische beweging mee aan het stuur zaten, hebben we altijd ook als ABVV getracht om daar druk op uit te oefenen, goed overleg te plegen en te proberen te betrachten dat de dingen die gebeurden ook socialistisch goed in elkaar zouden zitten. Het is jammer dat we tussen 2012 en 2018, ben ik geen enkele keer op het stadhuis geweest. En ik moet u niet zeggen waarom, omdat het toenmalig stadsbestuur daar geen interesse voor had. Maar ik heb ook contacten onderhouden met werkgevers, met werknemers, collega's. En ik ben toch wel fier dat we kunnen zeggen dat we als uitbetalingsinstelling in die ganse periode van wat kleiner dan het ACV naar groter dan het ACV zijn geëvolueerd. En dat is de verdienste van mijn mensen. Dat is de verdienste van de organisatie. Dat is de verdienste van jullie allemaal. Het is een fantastisch team. Die er nu zijn 150, maar ik heb er 500 zien komen waar ik anekdotes van verteld heb op personeelsfeesten. Ik heb er 500 zien komen. Die hebben allemaal een steentje bijgedragen. Zij en hun voorgangers aan dat prachtige ABVV Antwerpen. En het is een voorrecht om te kunnen werken voor werkende mensen. En dat is hetgeen ook altijd heb willen overbrengen aan mijn ploeg. Het is een voorrecht om te werken voor uw leden. Werkende mensen die met werken hun kost moeten verdienen, hun boterham moeten verdienen, daar doen wij het voor. En dat is denk ik de finaliteit van de socialistische beweging. Dat is dat we voor hen de inspanningen moeten doen die we moeten doen. En in die revolutie, in die strijd, weet ik, en er is discussie over geweest in de loop van mijn carrière, ik ben niet de man van de straat. Ik ben de man van het resultaat.
Dat is geen dat mijn communicatieman gisteren tegen mij zei. Dat rijmt nog. Hè? Ik ben niet de man van de straat, wel de man van het resultaat. Maar dat wil zeggen dat je probeert van resultaten te behalen op alle mogelijke manieren, via overleg, via druk, via lobbying. Maar als het nodig is, dan moeten we de straat op. Als het nodig is, dan moeten we actie kunnen voeren. En dit gewest heeft bewezen dat we actie kunnen voeren. In de 26 jaar hebben we prachtige acties gedaan. We hebben in coronatijd 2 prachtige acties gedaan. In een zwembad op het Kiewitplein. En laatst nog voor het Justitiepaleis. Met onze ondersteuning van de kameraden in Luik, waarin onze syndicale rechten worden ondermijnd. En ik denk dat dit gewest wat dat betreft actie kan voeren, maar ook alternatieve actie kan voeren. Ik ben nog altijd spijt, en de mensen van de Oval Office gaan dat weten, dat we niet de ijsblok hebben kunnen gebruiken in onze campagne in Antwerpen. Kan het anders? Ja, omdat we daar niet aan durfden om het te doen. Hè. Maar het had een prachtige actie geweest. Iedereen herinnert zich de vink nog die we toen in een ijsblok hadden willen steken. Ik ben absoluut trots op mijn laatste congres. 2019 hebben we een congres gehouden dat volledig in het teken stond met de slogan Oog op de toekomst, dat het ABVV zich niet naar het verleden moet richten, maar naar de toekomst moet richten. En de toekomst ligt er op een sterk ABVV, efficiënt, transparant georganiseerd, gericht op een goede dienstverlening en een goede dienstverlening die uw leden achter u schaart, die de publieke opinie achter u kan scharen en waardoor jij je druk kunt uitoefenen op de politieke besluitvorming. En dat is de essentie van het congres geweest. Wij moeten meer naar onze mensen luisteren, naar onze leden luisteren, zorgen dat ze allemaal ongelooflijk goed bediend worden en dan kunnen we op die manier ook onze socialistische boodschap gemakkelijker brengen. Ik ben blij dat mijn gewestelijk bureau alle centrales, ook alle besturen van centrales, die oproep mee onderschreven hebben op dat congres. Het is jammer dat we in 2020 daar niet zijn kunnen beginnen met een uitvoering aan te geven, maar ik reken erop dat Mehdi Kocheke, die mij zal opvolgen, dat zal doen. En dat zou ik willen toch iets speciaals over zeggen. Mehdi Kocheke zei mij in de week dat hij dankbaar was dat hij een jaar heeft kunnen meelopen met mij om de job in te lopen in de job. Ik heb hem gezegd van dat ik dat heel goed begrijp en dat dat inderdaad een ervaring is, maar dat ik ook dankbaar ben. Ik ben dankbaar dat ik mijn ABVV, als ik het zo even mag uitdrukken, kan overgeven aan iemand die een heel jaar lang keihard gewerkt heeft om het ABVV goed te kennen, de techniek zich eigen te maken, de mechanismen te ontdekken. En ik denk dat ik blij mag zijn dat ik het ABVV in goede handen overlaat. En ik heb symbolisch, Kurt, voor Mehdi ons congres een doosje bij. En wat zit daarin? Daar zit... Daar kun je dat zien. Daar zit de badge in. Waar hij dag en nacht vakanties inbegrepen in het ABVV binnen kan. Alle mogelijke ruimtes. En er zit een kaartje bij met een code op. En dat is de code van het alarm. Want ook als gewestelijk secretaris ben je verantwoordelijk voor het alarm. Als het 's nachts afgaat, gewoon onderbroek aandoen, broek aandoen, hemd aandoen, dingen, jas aan, auto in of fiets op. En het alarm komen afzetten en kijken wat er geen dieven in binnen zitten. Ja. Dat is ook een van de opdrachten van de gewestelijk secretaris. Dus dat geef ik hem, overhandig ik hem nu corona-proeven. Dat ze hem straks de boel komt opruimen. Ja. Samen met de collega's moeten hem dat kastje meenemen. En Janine is er altijd om die broek te herstellen. En Janine is gelukkig voor mij. Die is Janine op brugpensioen en ondertussen op pensioen. Dus hij moet zorgen dat hij zijn broek zelf kan naaien. Ja. Okay. Nu het echte slot, Kurt. Ja. Want ik had niet zo heel veel tijd, maar dat wil ik nog wel zeggen. Ik wil zoveel mensen bedanken. Zoveel medewerkers bedanken. Voormalige medewerkers bedanken. Hè. Die zitten er allemaal mee in die appreciatie. Mijn diensthoofdenteam bedanken, want ik heb toch echt een hecht team achter mij die, als het niet brandt in de Floreal, waar we keihard mee werken om het ABVV stappen vooruit te laten zetten. En gaan me niet kwalijk nemen, en zij gaan me niet kwalijk nemen, dat ik die bedanking wil concentreren in één persoon. En die één persoon is Martin. Dat is een moeilijke. Daar had ik al elke keer in mijn voorbereiding ook een moeilijke mee. Martin, mijn duivel, doet al.
Ze noemen dat directiesecretaresse, maar het is mijn duiven doet al. Mijn eeuwige toeverlaat in al wat ik doe. Die heel de week, dag en nacht, weet waar ik zit. Meer dan mijn vrouw weet waar ik zit. Ja. En die mijn bodyguard is van als er ergens iets gebeurt, dat ze mij waarschuwt van... Dat is... Zij is de secretaresse van mijn vader geweest ook. Dus ik heb haar niet rechtstreeks overgeërfd. Ze is nog bij mijn voorganger ook nog secretaresse geweest. Het is een echte schoeters girl, hè. Kan het niet anders noemen. En in haar persoon wil ik iedereen bedanken die waar ik mee gewerkt heb. Ook samen ook alle collega's van het ABWV, van de gemeenschappelijke actie en van andere organisaties die ongetwijfeld in de Zoom-mozaïek zitten. En ten laatste wil ik mijn familie bedanken. Mijn moeder die ook in de Zoom zit. Ik wil mijn moeder en mijn vader bedanken, die mij beiden gemaakt hebben. Daar ben ik zeker van, dat diegenen goed overgekomen zijn. Ik wil mijn kinderen bedanken, mijn drie kinderen bedanken, omdat die mij ook gemaakt hebben tot wat ik vandaag ben. En ik wil mijn vier en vijf opkomst kleinkinderen bedanken. Want allemaal hebben zij een stuk van mijn leven gevormd, dat heel de tijd in het dienst stond van het ABWV. Maar zij weten ook van als ze mij nodig hadden, mijn kinderen, dan was ik er ook voor hen. Te weinig, dat besef ik, maar dan was ik er ook voor hen. En dat ga ik met mijn kleinkinderen allemaal goed doen. Mijn moeder, die ga ik straks bezoeken. En die ga ik, zoals ik op mijn eerste werkdag, RMS Grobbendonk, herinner u, bloemen gebracht heb om te bedanken voor mijn studies op de goede manier hebben, mij te hebben verzorgd, ga ik nu bedanken als ik op pensioen ga met een ruiker bloemen vanmiddag. Dus ze mag mij verwachten om haar te bedanken voor dit ongelooflijke leven dat mijn moeder en vader mij hebben gebracht. En de cirkel is daarmee rond. Dirk Schoon. Bedankt allemaal. Mooie woorden. Heel, heel, heel mooie woorden. En woorden waarbij ik toch wel... Ja, ook zelf, ik heb dat nu wel al vaker gedaan, dit soort afscheiden. Maar dit is heel, 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 heel... Ja, het ontroert mij ook. Bedankt. En ja, we gaan daarop toosten. Hè. Iedereen die daar nu thuis zit, we gaan daarop toosten. Jullie hebben zo'n toastpakket gekregen. Maar ja, je mag dat al naar boven halen. We gaan toosten op Dirk Schoeters. We gaan toosten op Mehdi, want die krijgt een zware taak. En we hebben voor deze digitale toast, dat is een nieuw woord, hebben we nog iemand aangetrokken, kameraden. Iemand die dat op de beste manier zal doen. En dat is Carolien Kopers, algemeen secretaris van de Vlaamse ABVV. Voilà, Carolien. Ja, dat mag af. Hier ook zit namelijk plastic tussen. En welkom ook, welkom. Jij, we hebben het glas al bij ons. Daar hoort ook een speech bij een toast. Die mag jij geven. Daar hoort een speech bij. En ik kan ook proberen om het, goed te zeggen. Het laatste woord vandaag is niet voor jou. Het laatste woord is voor mij. En 13 maanden geleden was er het gewestelijk congres. En daar was de digitalisering een van de centrale thema's van het congres. En wie had toen kunnen denken dat we 13 maanden later een digitaal afscheid zouden moeten organiseren. En ik wil toch wel iedereen bedanken die zich hier heeft achtergezet om die technisch mogelijk te maken. Het is zeer geslaagd. Ik wil zeggen bedankt daarvoor, want dit is echt een unicum, denk ik, binnen onze organisatie. Dirk en ik hebben een lange reis afgelegd. Je weet dat misschien niet, Kurt, maar in september 1994 is Dirk op reis gegaan van de Algemene Centrale in Antwerpen naar het ABVV. En ik heb de omgekeerde weg afgelegd van het ABVV naar de Algemene Centrale, waar ik dan Dirk zijn sectoren heb overgenomen. Dus wij gaan eigenlijk al 26 jaar kijken we terug op een goede samenwerking, maar ook op een grote vriendschap. Hè. Er zijn binnen onze organisatie veel kameraadschap en veel vriendschap, maar Dirk is echt wel een stevige vriend van mij.
En dat stopt ook niet vandaag, na die 26 jaar. Dirk, je bent een sterkhouder. Je zal nog een sterkhouder blijven van het ABVV, want we hebben nog wel wat ideeën in de pijplijn om jouw expertise verder te kunnen gebruiken, dat weet je wel. Maar je bent ook een sterkhouder, omdat je ook altijd de pleitbezorger bent geweest van alles, hè? Van samenwerking tussen diensten, tussen gewesten, tussen centrales en het ABVV. Solidariteit. Je bent een sterkhouder. Je hebt altijd gepleit voor constructieve acties, voor moderne communicatie, voor genuanceerde standpunten. En als Dirk in een instantievergadering sprak, dan werd er ook geluisterd. Hè. Je hebt een heel groot gezag, een heel groot moreel gezag ook binnen de organisatie. Dus ik denk dat daar maar één woord nog op past. Dat is dank u. Een dikke merci, kameraad en beste vriend. Ik hoop dat iedereen zijn glas in de hand heeft. De mensen zitten allemaal thuis klaar. Kijk eens, die glazen gaan omhoog en we toosten. Om deze dikke merci te realiseren. En uit het oog is niet uit het hart, dat weet je wel. We gaan nog op verschillende manieren kunnen samenwerken. Maar het gaat je goed. En vergeet vooral, vanaf maandag, hou het oog op de toekomst. En rijdt nog steeds in groot verzet. School. Gezondheid. Zo, en daarmee eindigen we. Dank je wel, ook Caroline, voor deze toast op gang te trekken. Alle medewerkers die dit hebben samengemaakt, ook bedankt aan alle die hebben deelgenomen hier. Jullie thuis, bedankt tot kijk. Jullie hebben dat fantastisch gedaan voor de warme boodschappen ook. En dank Dirk Schoeters, die we het allerbeste wensen. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne middag en iedereen vat vol herinneringen aan deze prachtige man. Tot kijk!